Mijn naam is Junaid Iqbal. Ik woon in Amsterdam. Ik ben 22 jaar oud. Momenteel werk ik bij EY en studeer ik daarnaast ook voor mijn pre-master accountancy en control. Een middelbare school in Amsterdam Zuidoost. Dan denken ouders van oké, liever niet. Maar ik denk dat dat niet terecht is, omdat ik hier zelf op de school heb gezeten. Als ik de OSB in één zin zou moeten omschrijven, een school waar elk kind, ongeacht zijn religie of afkomst, wordt geaccepteerd. Je komt natuurlijk binnen met een bepaald advies die je hebt gekregen van de basisschool. Ik had ook aan mijn mentor meteen duidelijk gemaakt van hey, eigenlijk wil ik heel graag HAVO doen. En die zei ook tegen me van hey, laat me zien dat je het kan. En tuurlijk, dan kan het. En uiteindelijk ligt het natuurlijk wel bij jezelf. Dat je die stappen gaat maken, dat je goed gaat leren voor je vakken. En dat heb ik uiteindelijk gedaan met natuurlijk ook behulp van de docenten. En ze geloven ook in je, dat is het, denk ik ook een van de belangrijkste dingen, dat zij ook in je geloven dat je het kan. Ik heb bijvoorbeeld mijn eerste 2 jaar meester Bart gehad als mentor. Hallo. Ik denk dat hij ook de meest bekende meester is momenteel binnen de OSB. En ja, hij is een heel goed voorbeeld van een persoon die niet alleen een meester is, maar ook meer dan dat. Hij helpt je ook in je eigen ontwikkeling om te groeien tot voor in de toekomst. Weet je, als je met problemen zat, kon je altijd bij hem terecht. En niet alleen bij hem hoor, ook bij meerdere docenten. Dus dat is wel heel fijn dat je niet alleen naar school komt, omdat je bijvoorbeeld je vakken moet halen, maar je moet je ook echt thuis kunnen voelen. Want ik heb nog steeds contact met meester Bart en ja, dat is altijd ja, mooi.